kijk je naar een nieuwe video. Het is vandaag. Welke dag ook alweer? Woensdag 8 april. En vandaag, zoals jullie zeggen, samen. Ja, en we zijn weer een keer op school. Ja, heel raar vinden we het. Beetje vreemd, hè? Ja, het lijkt een beetje alsof we wachten totdat je binnenkomen. Goed, we hebben hier een leuk plaatje voor jullie. Ja, weten jullie wat het betekent? Kun jij het uitleggen voor jullie? Nou, wie mist jou? Ja, wie mist jou of wie mist jullie? En dan staat er, wij missen jullie. Ja. Ja, en dan zullen we weer gaan starten. Nou, wij hebben weer eens de maandwijze gepakt. Ja, die kunnen we wel doen, hè? Ja, en er staat nog maart op. Ja, 13. Nou, toen was het de laatste keer. Dat zou heel goed kunnen, ja. Want 13 maart is onderwijs. 16 maart zijn de scholen aan het sluiten. Ja, 13 maart. Toen was jij ziek. Oh ja, klopt. Toen was ik ziek. Je hebt Zonic even net al verteld dat het woensdag is, 8 april. Dus we zitten eigenlijk al hier, hè? Ja, we zitten eigenlijk al daar. En ik heb een keer een video gemaakt waarbij we het hadden over het weer van maart. Mm-hmm. Die kunnen we ophangen. Klopt. Wat hangt er nu? Zon en wolken. Ja. Ja, we hebben eigenlijk alles gehad in maart. We hebben alles gehad. Zon, wolken, ook wel regen. Ja. Zon en regen? Ja. Ja? Ja. Het was een beetje... Zal ik het doen? Ja. Maar nu zitten we in april hier, Charlotte. Ja. Maar wat voor seizoen dan? Ja, was het nou zomer of winter of herfst of lente? Nee, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik zie wel hier bloemetjes. Ja, maar oh. Gaan de bloemetjes ook alweer groeien? Winter, dan valt er meestal sneeuw of niet, maar dan is het koud. Dus dit zal het niet zijn. Herfst, ja, dan vallen de bladeren van de bomen. Heb je meestal veel regen, hè? Mm-hmm. Zomer heb je veel zon. Maar ja, vandaag hebben we ook veel zon. Ja, vandaag is het ook veel zon. Bloemetjes zijn wel het goede. Dat zou wel eens heel goed kunnen kloppen, juf. Oké, dan is het lente. En ik zie dat ik geen kaartje van lente meer heb. Kan ik ook? Maar we hebben helemaal geen lente opgehangen. Nee. Nou, ik ga verder zoeken. Eens misschien even doorstoot. Ja, zeker. Oh, en deze kappen zitten er niet. We hebben de woensdag. Want we hebben geen 8. Dus ik hang even de woensdag op. Lente. En wat voor weer is het vandaag, juffrouw Donica? Ja, goede vraag. Ja, weet je wat voor weer het vandaag wordt? Ja, volgens mij wordt het wel heel erg warm. Volgens mij ook, en ook weer zonnig, hè? Ja, dus we plakken gewoon ook de zon op. Maar dat betekent dus dat tijdens, of ja, in de lente ook wel veel zon kan schijnen. Ja, dat kan zeker, anders groeien bloemen niet, hè, zonder zon. Dat is waar. Ja. Oké, nou leuk. Ja, heel leuk. Dus dit is klaar. Nou, juffrouw Mot, ik wil graag weten hoe jij je voelt vandaag. Nou, ik voel me vandaag tevreden. Mm-hmm. Omdat de zon schijnt en dat vind ik wel lekker. En ik ben ook wel tevreden omdat ik juf Donica weer een keer zie. Want ik heb ook al een week niet gezien. Dus dat vind ik wel heel gezellig. En dat zorgt ervoor dat ik iets minder verdrietig ben, dat ik nu wel met jou kan praten. Oké. Nou, ik ben blij, ook omdat het lekker weer is en mooi zonnig. En ook wel blij omdat ik juffrouw Lot weer zie. Dus dat neemt ook wel een verdriet weg. Mooi. Ja. Hoe voelen jullie je? Vraag me half. Ik zeg het wel vaak in filmpjes, maar ik krijg weinig reactie. Ja, ik krijg ook weinig reactie. Misschien kunnen jullie een leuke foto maken waarop je blij bent. Oh ja. Of waarop je misschien wel heel erg verdrietig bent. Snap je? Ja. Dat zou wel heel leuk zijn als we ook een keer een foto van jullie krijgen. En die kun je ook via de e-mail sturen. Ja. Het kan ook via Facebook, maar dat heeft niet iedereen. Maar e-mail heeft wel bijna iedereen. Ja. Dus dat zou leuk zijn. Ja.
klopt zeggen. We gaan weer even spreekbeeld herhalen. Dus ik wil dat je thuis meedoet met het gebaar en, het, en de klank. Laat zien aan papa en mama hoe je dat oefenen. Dus ik wijs aan en jullie gaan het thuis doen. Oké, komt-ie. Ik kom er niet goed aan. Ik kom er niet aan. Ik pak een aanwijsstok. Bij de F en de V, die waren moeilijk uit elkaar te houden, maar er waren een paar belangrijke verschillen. Ik ben benieuwd of jullie die verschillen nog weten. Dus ga er maar eens goed over nadenken. Doei! Nou, leuk dat jullie naar de video hebben gekeken. Ja, het was leuk. Zeker. Ja, nou, tot de volgende keer. Doei!